We zijn hier in de buurt Sprenkelaar. We staan hier in een van de 8 flats van de woonmensen, galerijflats. En die gaan we allemaal verduurzamen van energielabel D en E naar energielabel A. En dat doen we eigenlijk door de kopgevels te isoleren en door al het glas te vervangen voor isolatieglas. De onderste vloeren worden geïsoleerd. En we zijn ook bezig om de ventilatievoorzieningen te verbeteren. Ja, het leukste aan mijn werk vind ik eigenlijk altijd het moment dat de bouw begint. Je bent eigenlijk heel lang met een heel team bezig in een voortraject om het allemaal te bedenken en geregeld te krijgen. En het is heel leuk als je dan ziet dat er heel snel draagvlak gehaald is eigenlijk in dit project. Dat hebben we binnen een paar dagen voor alle 8 flats gehaald. En op het moment dat de bouw dan echt start en dat de stijgers er staan en de bouwplaats wordt ingericht, ja, dan heb je echt het gevoel van yes, het gaat beginnen en hier doen we het allemaal voor die huurders. Persoonlijk zag ik er eerst een beetje tegenop. Ik denk dat wordt nog een heel gedoe en alles. Maar het is klaar nu. Nou, het huis is zo warm en zo makkelijk nu. De ramen zijn makkelijk, alles makkelijk. Het is heel erg warm. Ik had zelfs van de Nuon nu best wel veel geld terug. Normaal ben ik de ogen, oren en handen in de wijk. Maar voor innovatie of verduurzaming richten wij ook wisselwoningen. Ja, je hebt met allerhande mensen te maken natuurlijk. Ik heb in het algemeen heb ik heel goede contacten met de bewoners die dan in zo'n wisselwoning gaan zitten. Je ondersteunt ze voor alle dingen. Soms best wel van een lampje is kapot of een wasmachine doet ineens niet meer. Ja, dan help ik ze. Mensen hadden gewoon heel veel last van hoge stoken, kosten, vocht, tocht, schimmel. De uitkomsten van de enquêtes, ja, dat is heel verschillend, maar we scoren gewoon erg goed. Op communicatie een 8,9, uitvoering van de werkzaamheden een dikke 8. Dus dat geeft de burger weer moed, zullen we maar zeggen, maar dat is ook voor ons team. En ook met dank aan de woonmensen natuurlijk, alle energie die erin gestoken is, als je dat in zo'n cijfer terugkrijgt van je bewoners, geeft gewoon heel veel energie.